Goedemiddag allemaal. Wat ik nu nog even wil zeggen over de breiringen. U ziet ze hier allemaal voor mij liggen. Wat ik u dus gisteren getoond heb over deze breiringetje. Dat is eigenlijk, ik had gezegd dat dat voor een babymutsje was. Maar kijk, het is eigenlijk niet voor een babymutsje, maar het is voor poppetjes. Dus dat is ondertussen af, gelijk je kunt zien. En dat past perfect op het hoofdje van een poppetje. Dus ik heb mijn eigen eventjes misproken dat dit dus voor een babyhoofdje zou zijn. Dus de volgende ring is wel voor een babyhoofdje. En voor kindjes tot een jaar of drie. En dan hebben we nog de groene. En hij moet dus over uw hoofd passen. Dat ga ik nu niet laten zien, want mijn coiffeur ligt niet goed. Hij moet dus over uw hoofd passen en hij moet op uw schouders vallen. Dus dit is voor de vrouwen. En dan hebben we nog 1x1 grotere. En dit is voor de mannen. Dus ik heb ook een beetje een betere opzet gevonden. In de plaats van met die lussen. Het is eigenlijk in principe juist hetzelfde. Maar wat we doen, we draaien 1, 2 maal rond de pin. En we nemen de onderste steek op. En u trekt dat niet te hard aan. Gewoon eventjes. Dus 1, 2. En u trekt uw steekje erover. En dan hebt u al direct een steek op staan om op te breien. Dus 1. En nog eenmaal. En we halen hem erover. Ik moet hier een beetje zien, want het is nogal donker en saai. En dat is soms een beetje verwarrend. Dus 1, 2. En we halen hem erover. En dat doen we dus voor de volledige cirkel die nu bijna rond is. Omdat ik al wat vroeger begonnen was. Omdat ik wel het een en het ander uit te leggen had. Dus hier zijn we aan de laatste steek. En dan gaan we gewoon over naar de volgende steek. En in de plaats van rond te draaien, houdt u hem er weer gewoon voor. En trekt u uw draad over. Dus hetzelfde principe dat ik gisteren getoond heb. Uw draad dus ervoor houden en overhalen. De eerste ronde is dat een beetje aqua, zal ik zeggen. Maar de volgende rondes gaat dat vanzelf. Ziet u, dit is dus gewoon uw steek ervoor en dan werkt u dus zo. Steek uw draad voor uw steekje en u haalt hem erover. En ik zeg het nog, de eerste ronde, de eerste toer, is een beetje schroef. Maar de tweede gaat het dan al veel beter. Ja, en er is eigenlijk niet meer aan. En dan doet u dat dus tot op de hoogte dat u wenst. Wat ik u nu
wel had kunnen tonen op camera, maar ik heb het nu spijtig genoeg niet op camera. Dus hoe we dat mutsje afzetten, dat ga ik u nu eventjes... Dus u hebt uw ring. En dan gaat u eenmaal rond. Tweemaal rond. Tot we aan het knopje zijn, ja. Dus tweemaal rond. En een klein stukje. En dan neemt u uw naald. En u pakt dus uw draad. En dan gaat u dus de steken die op uw loom staan, gaat u allemaal eronder steken en opnemen, eronder en opnemen, eronder en opnemen, dus tot u weer hier aan de laatste steek bent. En dan moet u zien dat u wel de juiste verbinding maakt, dat alle steken dus op, dat u dus alle steken meegenomen hebt. En dan zult u zien, dan kunt u uw draadje dus aantrekken van boven. En dan draait u dat langs binnen om. En u maakt dat vast, hè. Dat wordt dus schoon aangetrokken. U maakt dat langs binnen vast. U knoopt uw einddraadje, dus uw staartje, dat nu hier zit. Uw staartje vlecht u in en uw mutsje is af. Dan doen we voor poppetjes en voor kinderen, maken we er dan nog een pomponnetje aan. Of we zetten er een mooi bloemetje op. Wat ik nog ga doen, dus deze bloemetje. Daar ga ik ook nog eens een video over maken, hoe je zulke bloemetjes maakt. Deze is nog iets groter. Dat zal ik dan ook nog eens laten zien op video. Dus dan zetten we, dat is nu een vierkant, omdat het een vierkant loempje was. En dan zetten we dat bloemetje erop en dan is uw mutsje dus af. En dan past dat perfect voor een poppenhoofdje. Lijkt u kunt zien, en het is een hele mooie steek die ik nu toon voor een muts. Dus ja, ik ga nu even mijn ronde terug vrijmaken. Dat ik dus verder kan. En uw steek, ja, ik heb het u daar juist getoond. En u haalt hem erover. En het zijn nogal goede brede peggen, dat u niet direct uw steek kwijtraakt. Dat is ook wel belangrijk. En dat zijn dus de goedkope loempjes van de Action. Al deze loempjes die u hier op mijn tafel ziet liggen, zijn dus de goedkope loempjes van de Action. En dit is dus nu voor een herenmuts dat ik bezig ben. En u past dat dus op het hoofd van uw man. En als hem tot op de schouders valt, dan is het de juiste maat. Dus hetzelfde voor de vrouwen. Als hij dus over uw hoofd op uw schouders valt, is het dus de maat die u nodig hebt om een muts voor u te breien. En ja, dat was alles wat ik even wou zeggen wat deze video betreft. En ons leuke E.T. die een mooie warme pot heeft voor van de winter. Duim op, dag allemaal.